leuk, positief. Waarom moet je liegen? Af en toe. Hormonen. Ik ga het hebben. Zo. Ik sta hier al zonder moeite wanneer jij moet opstaan naar wc en zo'n vijfje, laat me even schreeuwen uit, man. Oké, okay. Maar ik ben wel het vaak zo gereigd, maar het komt altijd door jou. Nou. Jawel, net als daarnet. Ik ga halen. Ik ga halen. Oh, oh. What this make you feel like, though? What this make you feel like? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Hoi. Wij gaan weer een Q&A doen. Q&A. Joepie. Ja, ik heb 15 vragen uitgekozen. Ik wou er eigenlijk 10 doen. Maar, vorige keer hadden we er ook 10 en toen zijn we er echt heel snel doorheen gegaan. Dus vandaar dat ik er nu 5 extra heb uitgekozen. En, die gaan we nu beantwoorden. Vraag 1. Hebben jullie al een trouwdatum? Nee, hebben we nog niet. Ik ga eerst maar eens even bevallen. Ja, dan zien we wel verder. Dan zien we het wel, ja. Vraag 2. Hoe ervaren jullie de zwangerschap? Leuk. Positief. Waarom moet je liegen? Af en toe. Hormonen. Maar gewoon goed. Ik weet niet van jou. Ja. Hoe ervaar ik de zwangerschap? Ja. Ik mag echt niet klagen eigenlijk. Als ik soms verhalen hoor van mensen. Dan heb ik het echt nog goed. Klopt. En alles wordt voor me gedaan. Iedereen luistert naar me, meestal. Maar jij luistert niet alleen, maar oké. Okay. Hormonen. Daar heb ik geen last van. Ja, doe maar gewoon de volgende vraag. gaan jullie het kindje gelovig opvoeden? Ik ben zelf christelijk. Ik katholiek. Ik was eigenlijk katholiek, maar hij gaat gewoon met mij mee naar de kerk. Dus ja. Uiteindelijk, alle geloven zijn een beetje hetzelfde. Alleen we geloven allemaal in God. In ieder geloof wordt het alleen anders verwoord, vind ik. Juist. Maar ja, we gaan ons kindje wel gelovig, ja, dat wel. Ja. Vraag aan mij. Heb jij haar ten huwelijk gevraagd omdat jullie een kindje krijgen of stond dit al op de planning? Dit stond al in de planning. Daar weten een paar mensen ervan. Nee, dit heeft niks mee te maken dat nu de baby komt. Dit was al sowieso gepland. Dat weet zij ook wel stiekem, want daarvoor liep ik al te zeggen. Ik weet niks. Nee, nu niet. En dit is gepland. Oké. Vraag 5. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Waar zie ik mezelf? Ik kan beter waar we ons zien over 5 jaar. Misschien was dat zo bedoeld, dat weet ik niet meer. Nou, nog een kind erbij. Een dochter. Jongen. Een dochter. Jongen. Ik heb altijd gelijk. Een dochter. Ja, ja. Niet. Jongen. Nee, een gezond kind. 2 gezonde kinderen, denk ik, over 5 jaar. En ons droomhuis. Ja. Eigenlijk voordat we, 5 jaar nog gezond leven. Dat ik mijn mooiste bruiloft heb gehad. Ja. En mij de mooiste fortuin hebben betaald. Ja. Dus, nee, maar in ieder geval dat we gezond en prima leven, dat is het belangrijkste. Ja. Dus. Vraag 6. In hoeverre betrekken jullie de baby in de vlogs, etcetera? Mijn mening, eerlijke mening. Mijn baby komt niet in de vlogs gewoon. Nee, dat was ik ook niet van plan. Dus. Dat weet je zelf ook. Nee, dat weet ik.
Maar ik geef alleen mijn mening. Nee, ze wordt niet betrokken in de vlogs. Misschien als ze ouder is. Als ik het nog doe dan. Maar voor nu, ik vind dat een kind is heel kwetsbaar. Hetzelfde met foto's op social media plaatsen en zo. Dat ben ik ook niet van plan. Nee, dat te gaan doen. Met foto's wordt van alles mee gedaan. Pedofielen staan daar op de loer en noem maar op, nee man. Dus. Echt niet. We betrekken haar er eigenlijk niet in. Nee. Ze willen je wel op de hoogte houden van alles. Maar ik denk niet dat jullie haar zullen... De mensen die haar moeten zien, die weten waar we wonen. Dus die zullen haar wel zien en de rest, ja. Kom gezellig langs. Kopje koffie, kopje thee. Blikje bier, whatever. We hebben ineens een koffiezetapparaat. Ja, nou dan. Hij zit nog in doos. Oh. Maar in ieder geval, kom gezellig langs en dan kan je de baby zien. Maar er zullen geen vlogs van de baby gemaakt of wat dan ook. Nee. Dat, eerlijk gezegd, toen ik net zwanger was, toen dacht ik wel van geheel mijn zwangerschap ga ik vloggen. En gewoon jullie er helemaal in betrekken. Maar als ik zie hoeveel misgunners op de wereld zijn en hoeveel mensen nog haten, denk van nee. Wie jou? Ons. Oh. Sinds we verloofd zijn is het alleen maar erger geworden. Oh. Maar oké, never mind. Ik maak me daar niet eens druk om. Hey, fuck jullie. Je mag niet schelden waar je kind bij is. Ze heeft me niet gewoon. Te veel vruchtwater. Nee, maar... Nee, ik wil dat niet. Gaan mensen boze ogen op je kind zetten en zo. Nee, liever niet. Nee. Dus ik heb me bedacht. En sowieso, Surinamers... Ja. Zijn er al helemaal niet van. De meeste die ik ken, de ouderwetse, zeg maar. Mijn moeder die... Die zou echt niet goed worden. Van... Zij wordt dan niet goed met dit alles wat ik ja, doe. Ja, nee, tuurlijk. Dus, well, nee, toen je het bekend had gemaakt op social media. Ja. Ja, dus nee. Dat was het eigenlijk, hè? Ja. 7. Dit is een leuke. Wie van de twee is het vaakst chagrijnig? Nelly, schei uit, man. Oké. Okay. Maar ik ben wel het vaakst chagrijnig, maar het komt altijd door jou. Nou. Jawel. Net als daarnet. Hij... Ik zeg tegen hem dat hij zich moet scheren. En dan wil hij weer niet scheren. Oké, okay, dan word ik zo gereinig omdat hij niet wil scheren. Uiteindelijk scheert hij. Gaat hij iets mis bij zijn sikje. Zoals jullie kunnen zien, ja, heeft hij geen sik meer. Sikje weg. Heeft hij eraf gehaald. En dan wil hij deze Q&A niet meer opnemen. Omdat hij zijn sikje eraf had gehaald. Wat hij 2 weken gaat staken tot zijn sikje weer terug was. Ja. En dan vindt hij dat ik altijd chagrijnig ben, maar hij maakt me altijd chagrijnig. Soms ben je ook gewoon chagrijnig zonder dat ik wat heb gedaan. Vooral in het begin van de zwangerschap, zo. Dan kijk je me te lang aan, of zo. Of je praat gewoon te veel, en dan word ik chagrijnig. Nee, of ik raak je echt zo aan, gewoon, niet doen. Gelijk zulke dingen. Dat is gelukkig minder geworden, maar ze heeft soms haar momenten. Nou, dat is niet goed, hè. Soms denk ik wel, spoor je wel. Alle vrouwen willen zo'n man of overdrijven houden. Next question. Nummertje 8. Is alles al klaar voor de baby? En zijn jullie klaar voor de bevalling? Ik denk dat ik 4 maanden zwanger was, 5. Toen was alles al klaar voor de baby. Ja, zoiets. Voor de babyshower was al volgens mij alles klaar. Ja, klopt. Dus. We, voor een babyshower hebben we alleen maar extra dingen gekregen eigenlijk. Ja, en sommige wat we wel echt nodig hadden. Ja, net als de 4 months rocker room, babystoel, babywieg, hoe noem je dat? Schommelstoel. Ja, schommelstoel weet ik het. Hebben we van zijn oom gehad en ik ben zo blij met dat ding. Thanks, hè, oompie. Liefde. Ja, een duimpje voor jou. Ook een duimpje voor ons. Ja, duimpje. Ja. Was niet grappig, maar nee. Oké. Ja, dus alles is al... Toch? Is alles klaar voor de baby? Dus ja, alles is al klaar. Ja, alles is, we hebben alles. Ja. De belangrijkste dingen hebben we dus. En zijn jullie klaar voor de bevalling? Dat is ook nog steeds vraag 8. Ik denk dat niemand klaar kan zijn voor een bevalling. Hey, vooral niet als het je eerste kind is, zeg maar. Ja, klopt. Maar je kijkt er wel naar uit. Ja, ik kijk er ook naar uit, maar... Ik denk niet dat je er klaar voor kan zijn, omdat je niet weet
we weten allebei niet wat gaat gebeuren. Nee, klopt. Ik heb het wel eens gezien, maar dat is niet van jezelf. Ik denk dat het van jezelf echt heel anders is. Klopt, klopt. We weten nog niet wat ons precies te wachten staat wanneer het gebeurt. En dat is hetzelfde als dat je vraagt, ben je klaar om moeder te worden of vader te worden? Ik denk dat niemand klaar is om vader of moeder te worden. Dat word je gewoon op het moment dat je dat het kind er is, denk ik. Klopt. Altijd moeders zijn het meestal al eerder al. Ja. Vind ik. Omdat wij het kind dragen. En er al helemaal contact mee hebben en zo. Ja. Dus. Ja, bij jou begint alles, verandert alles dus. En dan bij mij pas. Of bij mannen in ieder geval. Klopt. Dus. Maar oké. Okay. 9. Hoeveel namen krijgen jullie kindje? 1. Nee. Ze heeft er drie, ja. 4 inclusief achternaam. Ja. En de derde naam heeft de opa gegeven. Klopt. Meer krijgen jullie niet. Ja, spannend. Willen jullie een grote bruiloft of een kleine bruiloft? Vraag 10 is dat. Toch? Ja. Nou, dat mag zij beantwoorden. Dat snap je natuurlijk. Wat was dat nou weer voor vraag? Ja. Nee, zij wil heel graag een grote bruiloft. Nee, kijk. Weet je wat het is? Veko is Bosnisch, hè? Ik ben half Antilliaans, half Surinaams. Het zijn eigenlijk 3 families. 4 families bij elkaar. Hoe kan je dan een kleine bruiloft geven? 4 families. Ja, van je moeders kant, je vaders kant, mijn moeders kant, mijn vaders kant. Mijn moeders kant heb je niet. Oké, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, okay. En Bosniërs zijn sowieso druk. Anti's zijn ook druk. Dus een kleine bruiloft gaat hem bij ons niet worden. Dat kan gewoon niet. Als je al kijkt hoe jullie bruiloft te vieren, zo overdreven. Daar hou ik van, hoor. Dat is gezellig, hoor. Daar hou ik van. Dus, veel alcohol en eten. Het is maar goed dat ik met een Bosniër ga trouwen. Anders was het een Marokkaan of een Turk geweest. Die trouw ook altijd zo. Ja. Alleen voor het trouwen. Maar als je daar gelukkig van wordt. Dan zou je geen Johnny meer eten. Zou je anders moeten eten. Next question. Question. Vraag 11. In Nederland trouwen of in het buitenland? En in welk land dan als het in het buitenland zou zijn? Goeie. Nee, geen goeie. Het is gewoon Nederland. Denk ik. Ik bepaalde toch? Oh, ja. Sorry. Oké. Nee. Ik denk dat het voor iedereen wel makkelijk is. Zie je. Dit bedoel ik al. Als het in Nederland is, maar in het buitenland trouwen, eerlijk is eerlijk. Is wel leuk, maar die dag. Ik heb wel Maar dan zou het wel een kleinere bruiloft worden. Want dan zou het zeg maar met de mensen zijn die echt heel dicht bij ons staan. Klopt. En niet die ene nicht van die nicht van die neef van je tante, de dochter. Als je snapt wat ik bedoel. Nou, gewoon hele familie. Gewoon echt mensen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Die dichtbij je staan. Gewoon. En als ik in het buitenland zou willen trouwen, dan zou ik echt... Weet ik niet eens welk land willen kiezen. Ik heb al zoveel landen in mijn hoofd. In ieder geval wel ergens waar zon is en strand. Wel, dat zou ik willen. Met blauw water, Curaçao of zo. Dat zou ik wel willen, ja. Als we gaan trouwen ergens waar lekker weer is, zon, strand. Curaçao of Aruba, ik bepaal. Dus. Of Malediven. Bahama's. We kunnen net zo met z'n tweeën gaan en gewoon gaan trouwen. Daar. Ja, precies. Niemand heeft geld om Malediven echt een bruiloft te geven. Of Bahama's, dus. Ja, maar ja. Oké, ja, nee, in ieder geval. Het zal Nederlands zijn. Je zegt met z'n tweeën, maar besef. Als we gaan trouwen zijn met z'n drieën. Ja, klopt. Zonde. Klopt. Vraag 12. Wie van de twee gaat het meest moeite hebben met 's nachts opstaan? Own het gewoon, want je weet dat jij degene bent die de meeste moeite gaat hebben. Hoezo? Ik sta hier al zonder moeite wanneer jij moet opstaan naar wc en zo. Vee, laat me even opstaan, kijk uit. Veeko. En als ik 's ochtends bijvoorbeeld naar mijn werk ga, jij ligt nog in bed. Ja.
en ik praat tegen jou, dan komt er al geen reactie meer. Ja, maar hoezo? Ik slaap terwijl toch? Terwijl je gewoon wakker bent nee, en gewoon lui bent om antwoord te geven. Dus ik weet zeker, jij bent degene die de meeste moeite gaat hebben. Jullie snappen toch wat ik nee, bedoel? Nee. Come on, hey. Even serieus. Dat is niet eens opstaan wat hij doet, want hij gaat gewoon even aan de kant, zo, zodat ik er langs kan. Maar is wakker worden? Nee, want daarna, als ik wegga naar de wc, dan lig je alweer. En als ik terugkom, moet ik soms gewoon nog over je heen klimmen. Als jij naar de wc gaat. En soms blijf je zitten. Als jij naar de wc gaat. Als ik naar de wc ga. Oh, laat me niet zeggen. Hij lacht. Ik ga het met jullie delen. Dat is, ja, het is normaal hoor. Ik denk dat meer zwangere vrouwen dat doen. Ik weet niet, maar ik vind het gewoon ik grappig. Ik moet de trap af. Nou en. Ik moet de trap af om naar de wc te gaan. En ik had zoveel pijn in mijn rug. Dat mijn moeder zei van ja, waarom zet je niet gewoon een emmer neer? Het is niet alleen pijn van je rug. Het is ook gewoon een stukje luiheid. Ik hoop zo... Ooit in de toekomst moeten mannen ook zwanger kunnen zijn. Nee. Dan moet ik dood zijn. Dan moet ik dood zijn. Ik wil het Want niet meer luister. Maken of zien. Weet je hoe zwaar het is om je lichaam de hele tijd heen en weer te dragen? Geloof ik best. Dus ik doe het gewoon in de emmer 's nachts. Ja. Nu weet iedereen dat. In een emmer. Gewoon van de bed wat 1,5 meter. Pff. Echt ghetto. Nou en. Maar ik weet echt niet of ik er moeite zou mee hebben of niet. Ik denk dat het is anders. Het is anders. Je hebt dan een kindje. Het is anders. Ik kan nu wel hoog en laag gaan springen en zeggen ja of nee, maar ik weet niet. Dat zien we dan wel, vind ik. Kunnen we nee naar de geboorte van de baby? Even kijken. Vraag 13. Hebben jullie een geknutselde naam voor de baby? Nee. Ik ben anti, sowieso. Ja, anti is altijd. Sowieso. Nee. Ik hou echt van mijn anti's hoor. Daar niet van, maar... Mijn eigen naam vind ik al echt te lang voor het leven. En ik ga niet eens veel zeggen eigenlijk, want zomaar... We hebben gewoon geen geknutselde naam. Nee, het is geen geknutselde naam, nee. Want je gaat weer dieper op in. Maar ja, ik zeg gewoon voor het begin geen... nee. Maar sorry okay. Vraag 14. Willen jullie een grote of een klein gezin? 2 kinderen. 3 kinderen. Ik bepaal. Laat me niet zeggen wat ik doe. Nee. Jij zei altijd... Eerst zei ik altijd 4. Ik zei altijd 3, dat weet je. Ik zei altijd 3. Maar kijk, ik vind 3 zo lelijk. 3 is zo oneven. En dan kan ik echt niet handelen. Dus het moet gewoon 4 zijn of 2. En anders 6. Nee. Maar ik vond 4 altijd een heel mooi getal. Toen was ik zwanger en toen dacht ik nee. Doe maar gewoon 2. Maar ja, we zien wel gewoon hoe het gaat. Nee, maar jij zegt misschien altijd... heb ik er later zin om 10 kinderen te krijgen. Oh, sorry. Ik wil wel in ieder geval 3. Zij zegt altijd van, als mijn tweede geen meisje is, dan ga ik door totdat ik een meisje krijg. Als derde ook niet is, dan ga ik door naar de vierde. Als dat het ook weer niet is, dan ga ik weer door. Zo zegt zij de hele tijd, maar ja, ik weet niet. Ik wil wel 3. Weet je wat het is? Dochters blijven meestal bij je. En jongens gaan altijd weg met hun vriendinnen. Want die gaan naar hun schoonmoeder. In plaats van hun eigen moeder. En meisjes trekken toch meestal vaker naar hun eigen moeder toe dan naar hun schoonmoeder. Dus geef mij maar allemaal dochters. Een stuk of 6. Geef mij gewoon een stuk of 4 jongens. Dat kan hebben. 2 dochters of zo. Ze moet sowieso een broer hebben. Mijn kind moet sowieso een broer of een broertje. Oké, nu wordt het dan broertje. Maar ze moet sowieso een broertje hebben. Nee, broertjes zijn vreselijk. Kijk maar naar Gervie. Nee. Hij is jonger, maar hij denkt dat hij ouder is. Nee. En het is zo vervelend. Nee, Gervie heeft een grote mond en noem maar op. Maar hij heeft een kleine goede hart. Dat weet je zelf ook. Dat weet je. Dus zo mag je niet praten. Oké, maar broertjes zijn vervelend. Nog steeds. Maakt niet uit. Het blijft je Gervie, broertje. Gervie, ik hou wel van je hoor. Ik heb niet gezegd dat ik niet van je hou. Maar je bent gewoon vervelend soms. Dat je denkt dat je de baas over me kan spelen. Zo. Terwijl... Nee. Nee.
Ja, ik weet net als wel. Nu nog steeds. Ik weet wel wat je bedoelt. Ik ga naar de sportschool bijvoorbeeld en ik doe een legging aan. Ik ben zwanger. Wie kijkt naar me? Even serieus. Komt hij met... Waarom ga je zo sporten? Waarom doe je een legging aan? Doe gewoon iets anders aan. Slaat werkelijk waar nergens op. Maar oké, never mind. Volgende vraag. Wat was het? Met wat zou jullie dochter nooit thuiskomen? Oh, dat is gelijk de laatste vraag. Ook de laatste vraag tegen zo. Met wat zou ze nooit thuis mogen komen? Dat is echt een rare vraag om nu al te stellen dat kind nog niet is geboren. Dus ik moet eerst gewoon groeien. Maar met wat zou ze nooit thuis mogen komen? Kijk maar niet aan, want ik heb iets in mijn gedachten, maar ik ga mensen beledigen en dat ga ik niet doen. Voor mij maakt het niet uit eigenlijk. Als het maar niet iemand is die drugs dealt. Sowieso in de criminaliteit zit en haar slecht behandelt. En verder maakt het mij niet uit eigenlijk. Als zolang zij gelukkig is. Ja. Kijk, dat is weer zo. Dat is raar, want misschien is zij wel gelukkig met een drugsdealer. Dan zeg ik van ja. Snap je? Ik zal dus het is moeilijk om te zeggen met wat ze niet thuis mag komen. Ik heb een bepaalde mening, maar dat ga ik niet zeggen. Ga ik niet doen. Dan ben ik weer... Hoe zal ik het zeggen? Dan ben ik weer... Ja, misschien discriminerend of wat dan ook, maar... Ik ga er niet op in ieder geval. Oké, papa. Ja, dat was de Q&A eigenlijk alweer. Ja? Ik zeg alweer, maar we zijn echt al 20 minuten aan het praten of zo, hè? 23 minuten en 17 seconden. Om precies te zijn. Ja. Oké. Nou, bij deze... sluiten we de vlog af. Is zo raar om te zeggen, want het is geen vlog. Het is gewoon een video. Q&A-video. Ja. Of zo. En sowieso gaan mijn boys weer... lullig doen. Gaan ze weer lachen. Jullie zijn niet grappig, hè? Jullie zijn niet grappig. Komen ze volgende keer zeggen... Hey boy, wanneer ga je weer een vlog doen? Kunnen we weer gaan kijken? Mijn gezicht ziet er zo zwanger uit, vind je niet? No comment. Dan hoort je zeggen... Nee, schat, je ziet er goed uit. Nee, schat, je ziet er goed uit. Dank je. Het was zo gemeend, ik voelde het echt. Ja, ik ook. Vreugde in mijn hart. Ik ook. Maar goed, ja. Is goed, mensen. Mazzel. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Als je ons leuk vond. Dankjewel, hè. Nou, tot ziens. En jullie ook, liefde Tom. Zeg wel eens om te abonneren. Oh ja, abonneren, mijn schatjes vloggen. Of nee, ik bedoel, verloofde. Verloofde. De vlog. De vlog. Dank je. Doei. Yeah. Grips on your waist from way back way.